26 april, goedemiddag van het jaar 2021. De dag nadat Ajax officieus kampioen van de Eredivisie werd van het seizoen 2020-2021. Daarover praten we straks met Freek Jansen, over de Voetbal International en watcher van Ajax het hele jaar door. En Ron Vlaar, die bij AZ een mooi verleden achter zich heeft liggen en nog tal van andere dingen heeft meegemaakt. Daarover praten we, maar eerst beginnen met de gekende stellingen waarop alleen Ron ja of nee mogelijk is. Klaassen hoort in de basis van Oranje thuis. Ja. Ja. En de stelling 2 is, PSV is zeker van de tweede plaats in de Eredivisie. Nee. Ja. Komt de voorzitter en de schuif is gehoord en de schuif! Een goede kans weer van Aardigem en hij scoort! Oh, de schuif! PSV past de Europacup. Kluivert, ja! Van Persie, en die komt erin! Ja! Yeah. Depay doet het met de Panenka. Ja, nogmaals goedemiddag. Hoe heb jij rond gisteren Ajax AZ beleefd? Nou, het was wel een, vooral de eerste helft natuurlijk een hele boeiende wedstrijd op een heel hoog niveau van twee kanten. Ja, natuurlijk uiteindelijk teleurgesteld met de nederlaag. Want voor ons was het wel heel belangrijk om 3 punten mee te nemen. Maar goed, in alle eerlijkheid moet je zeggen dat we zeker na de 1-0 dat het gespeeld was. Als je daarna ook alles terug kunt kijken natuurlijk. Maar ja, de 2-0 was een logisch gevolg van die fase. Ja. Ja, nee, eens. Nee, ja, het was inderdaad de hele beleving in het stadion. Daar begon het natuurlijk allemaal mee. Eindelijk weer met supporters. Er was beleving. Daarom zei je, hoe heb je het beleefd? Dat was echt zo ontzettend contrast met al die maanden ervoor dat je naar het stadion ging. En dat je alles hoorde, behalve het publiek. En nu was het overal feest. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Emmen en in Tilburg. En noem alle stadions maar op. En dan zo'n wedstrijd krijgt toch dan een extra mooie dimensie, vind ik, zo'n topper. En dan was het de eerste helft was het echt een duel met de beste kansen voor AZ. Daar komen we zo denk ik nog wel op terug. Maar ik denk inderdaad, wat Ron ook zegt, na die 1-0, wat je miste was echt een slotoffensief van AZ bij de 1-0 stand. Hè? Dat zat er gewoon helemaal niet meer in. Nee, nou ja, daar hoopte ik op. Ik zat thuis voor de buis. En dan pak je in ieder geval misschien nog een punt. Ja. Maar ja, helaas, dat zat er niet in. Ja. Ligt dat dan aan de fysieke? Of hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik moet zeggen dat ik vind dat wij de fysiek heel goed opstaan. Ik weet hoe hard wij trainen altijd. Ik ben natuurlijk de laatste tijd niet meer bij, maar ik weet dat daar heel goed over nagedacht wordt en dat er heel veel tijd en energie in gestopt wordt. Maar ik denk dat ze bij Ajax natuurlijk ook door die goal, hè, met het publiek erachter, ja, hè, wat je dan ineens weer allemaal meekrijgt. Ja, dat ging helemaal broeien en leven. En, we trokken de vergelijking met de wedstrijd Ajax-Vitesse. De bekerfinale, waarbij Vitesse zei, Ajax heeft een druk programma, wij niet. En toen zei jij, misschien wel sprake van een soort overconcentratie. Dat was gisteren ook zo natuurlijk, hè? Want Ajax heeft een heel druk programma gehad. AZ had een langere tijd rust. En dat leek ook wel, of dat heeft met spanning te maken? Dat je veel wedstrijden speelt is misschien juist wel lekker. Ik kan me vorig seizoen herinneren bij ons dat we ook heel lang dubbele wedstrijden hebben gespeeld. En als je in dat ritme zit, dan voel je geen vermoeidheid. Vitesse liep ook helemaal leeg eigenlijk vorige week. Waren kapot? Die waren helemaal kapot. Bij ons zag ik dat niet zo, heb ik dat ook niet op die manier gezien. Alleen gesteund door een voorsprong krijg je daar denk ik nog veel meer energie van. En dat ritme waar zij in zitten, ja, ik denk dat wij ook heel graag zouden willen. Maar zij zijn daardoor denk ik ook terecht de kampioen. Ja. Ja, dat is ook wat Ten Hag na afloop ook zei, dat tegenstanders vaak het gevoel hebben vooraf, het drukke programma van Ajax, daar gaan we voordeel uit halen. En dat is toch de andere kant. Want als je tussen die twee wedstrijden, de laatste wedstrijd van AZ en gisteren, heeft Ajax gewoon 3 gevoetbald. Hè? Met Roma, met de bekerfinale Vitesse, ja, met Utrecht op donderdagnacht. Wat ook gewoon tot de laatste minuut een maximale kracht en spanning was voor Ajax. Ja, dan zie je dat het fysieke, niet om daar eindeloos over te refereren, maar dat meten is weten en dat ze alles in de gaten houden. En dat hele fysieke traject wat ze dus bij Ajax zijn ingegaan, begin van het seizoen, dat is blijkbaar toch wel zo goed geweest dat ze nu aan het einde van het seizoen nog wel fit genoeg zijn om dit soort duels tot het einde van te. Je had het ook nog moeten zien als wij wel die 1-0 hadden gemaakt. Die kans hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dan kan er ook iets knakken en dan kan het ook weer de hele andere kant op gaan. Het ligt heel dicht bij elkaar, denk ik. En,
ja, het viel nu ja, helaas niet onze kant op. Op een belangrijk moment in de competitie, hè, want de stand is duidelijk nu. Want de stelling trouwens ook, waar jij overtuigd van zei, nou ja, PSV is zeker van de tweede plaats in de divisie. Nee, zei jij. Maar goed, als je het programma erbij neemt, laten we het even bekijken, het programma wat nog resteert in de Eredivisie, dan zie je dus dat het volgende aan de hand is. De regie gaat dat nu ook laten zien. Als je het kunt lezen, ik heb het ook voor mijn neus staan. Het is dit weekend is het RKC AZ en PSV Heerenveen. Dan daarna AZ Fortuna en Willem II PSV. Dan Groningen AZ en PSV Pek Zwolle. En de eindigen we met AZ Heracles en Utrecht PSV. Ja, het is niet alleen drie punten, het is ook het doelsaldo. Ja, en je moet vier punten eigenlijk goed maken. Dus ja. Dat wordt in vier wedstrijden wordt dat nog een flinke klus natuurlijk. En als je naar het programma kijkt, dan hebben we wel wat te doen. Maar het kan nog steeds. Ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen. En ja, je bent afhankelijk ook van PSV. Dus we zullen zelf in ieder geval alles moeten winnen. Ja, maar gezien het programma van AZ, zou je kunnen zeggen dat AZ dat allemaal zou kunnen winnen, die vier wedstrijden? Ja, RKC, Fortuna Sittard, Groningen, zwaar, Heracles. Ja, maar dat hebben we ook wel laten zien dat we dat kunnen. Ja. Dus daar maak ik me geen zorgen om. Het moet nog wel gebeuren natuurlijk. Ja, dan zien we wel aan het einde van de rit wat. Overigens, dat was een afgelopen serieus feest. We hebben beelden van hem allemaal gezien. Het was een serieus feest in de arena. En dat was op zich, ja. We horen weer mensen juichen. Terugdenken aan twee jaar geleden. Hè? Toen werd Ajax ook eerst officieus kampioen toen tegen Utrecht. Toen stonden ze ook na afloop daar voor het stadion. En toen werden ze een paar dagen later uiteindelijk officieel kampioen. En dat was gisteren eigenlijk precies hetzelfde. Kijk, ja, je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat je met 12 punten voorsprong en ook nog eens 32 doelpunten beter dan je concurrent, dat je het gaat halen. Dus dit was eigenlijk inderdaad een spontaan feest. En alle mensen die daar stonden, die waren ook allemaal 's ochtends of die dag daarvoor getest. Dus dat mag ik het ook nog wel een beetje overzien. Het gebeurt natuurlijk nu, de supporters er ook weer in het stadion mogen zitten. Het is, ja, of iedereen even blij mee is, laat het maar in het midden. Maar dat het gebeurt, dat kan ik me wel goed en het voorstellen. Is het mooie is dat wat je eerst bij Cambuur zag, dat op een gegeven moment Henk de Jong de microfoon pakt, zegt jongens, het is klaar naar huis. Was gisteren op een gegeven moment dat Van der Sar uit de nacht met z'n tweeën het woord namen en zeiden oké, het is nu klaar en dan volgende week gaan we verder. En dan zie je ook daarna dat het leegstroomt. Ja, maar je kunt die, of je nou Emmen pakt of PSV, je kunt die ontlading na zo'n wedstrijd niet tegen. Ron, er wordt ontzettend veel gezegd en geschreven en terecht over de kwaliteiten van Davy Klaassen. Hoe zie jij deze speler? Ja, ik vind Davy Klaassen wel echt een hele goede speler. Ik kan me herinneren, dat was denk ik mijn eerste jaar dat ik weer terug was bij AZ, werd hij de beste speler van de competitie voor Vincent Jansen, die toen nog bij ons speelde. Ongelooflijk, en, ja, Vincent Jansen. Ja, hele goede speler, echt een winnaar. Je ziet ook die drijf die hij heeft, weet je, dat ik denk dat elke ploeg blij is met Klaas in zijn team, met een type Klaas. Dus dat is gewoon een kwaliteitsspeler. Dus heel vaak de 1-0 gemaakt, gisteren ook weer. Dus dat is wel voor ons frustrerend. Dus een wedstrijd in Alkmaar, denk ik. Ja. Ja. Ja, ah, goed, het loopvermogen. Ja. Het blijft bijzonder eigenlijk hoe dat met hem gegaan is eigenlijk. Hè. Vorig jaar rond dit tijdstip hadden ze de eerste lijntjes gelegd, hè, met hem toen hij bij Bremen zat. Dat duurde uiteindelijk heel lang. Hè. De competitie was al echt een serie wedstrijden bezig toen ze hem alsnog binnenhengelden. En toen kwam hij eigenlijk als controlerende middenvelder, want daar had hij met Bremen gevoetbald. Ja. En dat duurde eigenlijk vanaf de winterstop, viel de puzzel zo in elkaar dat hij op 10 ging spelen. Ja, en daar is hij ook niet meer weggegaan. En wat je zegt, zo vaak de 1-0, vaak de energie, ook het voetbal, gochme wat hij erin gooit. Het is wel bijzonder dat het natuurlijk niet echt gelukt. In Engeland is het helemaal niet gelukt. In Duitsland was het ook misschien, werd er misschien wel meer van hem verwacht. En het is toch bijzonder dat het er dan niet uitkomt. Ja, bij Ajax is hij gewoon een hele belangrijke speler. Dat was hij toen en dat is hij nu weer. Dus dat, terwijl je niet kunt zeggen dat Ajax Europees niet meetelt. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen de competitie in Engeland is te zwaar voor hem. Maar Ajax Europees is natuurlijk een van goede kwaliteit. Dus dat kan het niet zijn. Nee, dat is toch een merkwaardig fenomeen. Ja, dat is merkwaardig inderdaad. Hoe kan het dan? Je hebt in Engeland zelf toen jaar gevoetbald. Wat denk jij waarom hij bij Everton in de Premier League toch niet geslaagd is? Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Kijk, voor mij, ik had een andere positie als verdediger. En fysiek ben ik misschien wel wat sterker. En dan is het wat makkelijker. Als middenvelder
ja, wordt er toch meer gevraagd. En op het fysieke vlak, in de intensiteit, het tempo. En juist op het middenveld. En ja, ik denk dat hem niet gelukt is. En dat is misschien ook wel frustrerend voor hemzelf. Maar goed, je merkt dat het in Nederland bij Ajax, en ook, maar ook daar in Europa, misschien in een andere omgeving, dat het gewoon veel meer tot, dat hij veel meer tot zijn recht komt. Ja, overigens, terwijl je het over Engeland hebt, zien we dat shirt achter je. Zie ik dat shirt van mooie kleuren trouwens, heb ik altijd gevonden, van Aston Villa, met jouw naam erop. Maar het is niet een echt shirt, hè, of wel? Nee, hier heb je nooit in gespeeld. Nee, klopt. Nee. Ik zag hem hangen en ik dacht, hey, dat shirt, het zijn wel de kleuren. Het is ook wel het Villa shirt, maar van het jaar voordat ik hier, voordat ik daar ging voetballen. En dat is, of was je naam erop gezet? Of heeft een fan. Een fan? Onze redacteur. Een fijne supporter. Die vertelde net het verhaal, Matthijs, dat toen hij die transfer maakte naar Aston Villa, dan is hij wel heel erg een supporter van Ron. Dat hij dat shirt besloten heeft van dat seizoen, maar wel met de naam Vla achterop. Ja, mooi. Dat is toch leuk. Nou, laten we even je loopbaan erbij nemen, want op kaart zetten wat je allemaal hebt gedaan, los van die 32 in de lands die je gespeeld hebt. Is dit wat je hebt verricht, en bij AZ, en bij Feyenoord, en in Birmingham, en nog eens bij AZ, en dus zoals gememoreerd het Nederlands elftal. Ja, het is een raar moment om het te zeggen, maar want je bent net misschien mentaal bezig je stoppen te verwerken, maar het is een mooie loopbaan. Ja, zeker. Ik ben ook heel trots op mezelf en wat ik heb bereikt. Ik heb het niet makkelijk gehad. Ik heb echt moeten knokken. Maar ik ben eigenlijk altijd weer boven komen drijven, hoe moeilijk het ook was soms. En ik kijk daar met heel veel voldoening op terug. Ja, bijna vergeten, maar je hebt 2 kruisbandblessures gehad. Ja, klopt. En de eerste was al, dat was je hartstikke jong. Ja, toen was ik 23, denk ik. Ja. 2007. 22, 23, ja. Ja. Ja, dat is ongeveer het gevoel dat het einde van je loopbaan is. Nou, de eerste keer niet zo. Ja, dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Dat spelers, het gebeurt nu nog steeds helaas. En het gebeurt ook nog wel met enige regelmaat. Hè. Maar dat komt ook omdat de intensiteit alleen maar hoger en hoger wordt. Meer wedstrijden, dus in de vermoeidheid, et cetera, et cetera. Maar goed, daar kom ik van terug. Alleen, het ging heel snel weer mis. En ja, toen heb ik wel even paniek gehad in mijn hoofd. Ja, want je had 2 linkerknie. Ja, 2 keer linkerknie. 2 keer linkerknie. Ja, ik heb ook niet. Ik had wel weer wat wedstrijden gespeeld. Ik was weer gewoon in opbouw, zeg maar. Alleen voordat we goed en wel begonnen, ging het weer mis. En sloeg de paniek wel toe. Want ik, ja, wat moet je nu? Hoe ga je het doen? Je weet ook, als het dan nu nog een keer fout gaat, als je überhaupt al terugkomt, dan is het sowieso klaar. Maar goed, daarna ben ik, ik heb het toch weer voor elkaar gekregen. Ja, paniek. Ik heb je toen ook al lang geleden gesproken, maar je denkt onmiddellijk aan, nu is het echt afgelopen met mijn loopbaan. Nou, dat nog niet eens zozeer. Kijk, je moet weer geopereerd worden, het moet weer gemaakt worden. Dus dan ga je weer zo'n traject. En dat was vooral het zwaarste. Kijk, de eerste keer ga je er blanco in. Heb je het nog niet meegemaakt. En dan, nou ja, dat ging het ook niet helemaal lekker. Ik had er ook een infectie gehad. Dus ik was, geloof ik, in een week al 10 kilo afgevallen. Ging helemaal niet goed met me. Maar uiteindelijk ga je vooruit. Dan gebeurt het opnieuw. Ja, en dan denk je van, oh, dan lig je weer op die tafel, weet je wel. Met de gewichtjes van een kilo. Langzaam trainen. Elke dag een klein beetje vooruit. Ja, dat was heel zwaar. Dat was niet leuk. Dat was ook wel, dat vrat aan me. Alleen uiteindelijk, toen die operatie geweest was, toen het weer gemaakt was en ja, dan ga je weer die tunnel begin dan, zeg maar. En ja, probeer maar weer energie te halen uit elke dag een stapje vooruit. Dat ligt in die tunnel die steeds groter wordt. Ja, en dan ben je fit. En dat was ik het jaar daarvoor ook. Ja, dan heb je nog steeds die twijfel van, hey, blijft het nu wel goed? Ja. Nou ja, dat is gebleken. En daar zijn ook wel momenten die ik me kan herinneren, die ik nu nog steeds terug kan halen, een tackle of een keer dat ik zomaar wegleed, dat je ook ervaart dat het gewoon goed zit, ja, dan gaat het gewoon weer vooruit. Ja. Is mijn herinnering goed dat je tussen die 2 kruisbandblessures een jaar lang alles gespeeld hebt? Nee. Niet? Ik heb 2 jaar lang eigenlijk geen officiële wedstrijd gespeeld. En ja, vanaf dat moment heb ik eigenlijk een heel seizoen gespeeld. En toen kwam het WK 2010. Ja. En uiteindelijk viel ik daarvoor net af, maar ja, mijn lichaam was ook toen wel echt op. Ja. Heb je een idee hoe dat kan? Dat jij, want je zegt net, ja, intensiteit, overbelasting, weet ik veel. Was dat toen ook zo? Of leidde de conclusies daar niet toe? De momenten dat het gebeurde bij mij, die 2, 1 keer was op de training, 1 keer was in een wedstrijd, dat waren eigenlijk wel klassiekertjes, om het zo maar te zeggen.
met een beetje ingedraaid, druk erop. En dan knapt het gewoon. Dus ja, dan kan je doen en laten wat je wil, maar ja, dan ben je gewoon de klos. Ja, ja, nou goed, als je dat nou in oogschouw neemt, dan ben je van teruggekomen. Heb je dus die carrière gehad die daar staat. Daar mag je dus trots op zijn. Ja, absoluut, dat ben ik ook zeker weten. Ja. Ja. Want Ron Beton is niet zomaar een bijnaam. Jij bent wat jonger, dus ik leg het je even uit. Ja, ik ben nog een dusdanig leeftijd dat het... ja, ik weet niet. Ja. Nee, maar dat natuurlijk wel. Maar heb je daarna nog... Want je hebt natuurlijk in Engeland zoveel fysieke duels. Heb je daar ook nog wel eens in je hoofd gehad van mijn knie? Of is het op een gegeven moment zo zelfverzekerd geworden bij jou... dat je ook niet meer terugdenkt aan die knie? Zeg maar, dat WK was ook wel weer een kantelpunt voor mezelf. Ik was een soort van oké met het feit dat ik niet naar het WK ging. Ja. En toen dacht ik wel van, maar weet je, we hebben dat nu achter ons gelaten. Ja. Topsportbedrijven, relativeren, stilstaan. En dat kan niet. En toen dacht ik wel van, oké, dit laten we nu echt achter me. En dan gaan we gewoon echt vooruit en voluit. En geen enkele twijfel meer. Die had ik dat daar ook niet, maar met name in mijn hoofd. Dat ik dacht van, ik was al blij dat ik weer voetbalde na 2 jaar, weet je wel. Dat het Nederlands elftal was echt al een dikke bonus op dat moment. Waar ik helemaal geen rekening mee had gehouden dat überhaupt weer zou gebeuren. Maar toen dacht ik wel, oké, weet je, dit is weer een doel bij het Nederlands elftal zitten. Een EK halen of een WK halen en daar weer echt topsportbedrijven. Ja. Dus. En dan is de ultieme revanche voor jezelf is ook dat je dan vervolgens wel een eindtoernooi meemaakt wat zo fantastisch loopt. Ja, het voelde niet eens als een revanche, maar gewoon als een... ultieme beloning van alles wat ik heb gedaan. En ik zat er daarvoor ook al bij. Dus ik weet welk niveau ik kan halen. Ja. Alleen dan moet dat allemaal weer tot goed uiting komen. Ja. En dan moet je daar weer alles voor doen en laten wat daarvoor nodig is om dat te bereiken. En dat is me gewoon hartstikke goed. Is jouw lichaam een nadeel geweest? Omdat je zo groot en zwaar en sterk bent? Nee. Ja, ik zie dat niet. Nee. Ik heb dat juist. Ja, dit is mijn bouw. Daar ben ik verder... weinig gaan doen. Ik heb juist wel altijd heel specifiek getraind om aan alle aspecten van het sporten zijn te werken. En daar heb je wel een bepaalde richting door je bouw van je lichaam. Maar ik heb dat nooit als een nadeel. Nee, want de licht is ook zo gebouwd, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat heeft uiteindelijk niks met explosiviteit of snelheid te maken. Nee. Vind ik. Nee. Wat is je beste periode geweest? Want ik kijk naar het lijstje. Je hebt dus in Nederland veel gespeeld trouwens, maar bij Feyenoord heb je natuurlijk, was een seizoen of 6 denk ik dat het was. Hè? Dat 6,5 seizoen bij Feyenoord. Nou, er zijn een paar seizoenen die voor mij wel eruit springen. Dat is mijn laatste seizoen bij Feyenoord. Dat is mijn tweede seizoen bij Villa. Nou, dat waren ook de seizoenen richting EK en richting WK. En dat is niet helemaal een seizoen, maar het kalenderjaar 2019. Dat is toch ook wel een heel goed jaar voor mij geweest, waarin ik heel veel wedstrijden heb gespeeld. Ja, op een heel hoog niveau in de Europa League en ook in de competitie, waarin we ook met de ploeg heel goed bezig waren. Het is jammer dat we dat niet hebben af mogen maken, maar dat was geen seizoen, maar een kalenderjaar dan. Ja, maar er komt op weer een moment dat je, het einde moment is gekomen dat je tot hier niet verder. Ja. Dat is, net zei Simon Zwartkruis, die komt straks, die zei van je ziet er ontspannen uit. Ja. Toen zei je, in de aanloop naar mijn beslissing was dat niet zo. Nee, dat klopt. Als ik dan terug ga naar de winterstop van dit seizoen. Toen heb ik 1 week kunnen trainen waar ik helemaal vrij was. En dat was zo'n fantastisch gevoel om dat nog te ervaren. En dan wil je dat ook heel graag natuurlijk ook weer in wedstrijden laten zien. En dat gevoel ook daar creëren. Alleen na een aantal dagen merkte ik al wel dat mijn lichaam een bepaalde reactie had. En dat mijn knie daar, uiteindelijk mijn rechterknie, want daar is het uiteindelijk voor mij misgegaan. Dat je denkt van, het voelt niet goed of heel stijf. En die rechterknie heb je nooit meer dan gehad? Nee. In het begin van dit seizoen eigenlijk geblesseerd geraakt, ook geopereerd. In oktober was het. Wat was het precies? Knieband of zo? Nee, mijn banden zijn allemaal goed, maar kraakbeenschade. Okay. Herstellen. Weer wat aansluiten, weer terugslag. En dus zo ging het een paar keer op en neer. En uiteindelijk voelde ik diep van binnen wel van... dit zijn niet meer de voorwaarden die je hebt om te voetballen. Dat je naar buiten gaat om te joggen en dat je daar al zoveel heftig op reageert... dat je denkt van, wat is het allemaal nog waard om die risico's te nemen om zo diep te gaan? Als ik er nu op terugkijk, was ik echt al aan het rouwen die weken, zeg maar. Tot het moment dat ik echt definitief besloot van het is klaar.
En dat kwam naar buiten en toen viel er eigenlijk heel veel van af. Een soort opluchting? Ja, opluchting, dat je niet meer hoeft. Kijk, topsport is voor mij echt wel ook pijn lijden, letterlijk en figuurlijk. Ik zeg wel eens van, hoe bereid ben je om zo diep te gaan, hè, dat je elke dag pijn kan lijden om beter te worden? Nou, ik denk dat ik bijna elke dag dat voor mezelf heb neergelegd als doelstelling om elke dag beter te worden. Ja, en dan valt dat weg. Dan houdt dat op. Dan, ja, ik heb ook altijd gezegd, je stopt met ontwikkelen. Ik stop met ontwikkelen als ik stop met voetballen. Dus dan heb ik geen kans meer om beter te worden. Ja, dat valt weg. Dan is die drang verdwenen. En dan komt de ontspanning. Dat heb ik echt zo ervaren. Dat ging zo snel dat mijn lichaam ook daar ook op zo'n enorm goede manier op reageerde. Mijn knie werd eigenlijk in no time veel beter. Die pijn en die stress en die stijvigheid, dat werd stukken beter. En je hoofd dus ook? Ja, mijn hoofd daardoor ook. Ja, tuurlijk. Maar dat heeft sowieso met elkaar te maken, ja. Lichaam en geest, natuurlijk. Ja. Ja. En je is nog te jong, deze beslissing, om te kunnen spreken van een al dan niet zwart gat. Nou, daar ben ik sowieso niet zo bang voor. Ik heb natuurlijk wel altijd erover nagedacht. En als je ouder wordt, dan ga je nadenken over, hè, wat ga je doen na je voetbal. En, ik heb wel ook weer gemerkt, maar zo heb ik als sporter ook altijd geleefd. Hè, dat die beslissing is genomen, je gaat doorschakelen. Hè, wat ga je nu doen? Je wilt dingen om je handen hebben. En ik mag best wel mezelf even de tijd geven natuurlijk. En dat doe ik ook heus wel. Maar een trainerscursus bijvoorbeeld, ja, dan komt dat in beeld. En dan denk je van, oké, nou, daar ga je dan aan vastklampen. En dan ga je daar naartoe leven. Nou, dat gaat volgend seizoen gebeuren en ik ben heel benieuwd hoe me dat gaat ervaren. Ja, dan gaan we even terug naar Ajax, want ja, dat was de wedstrijd van gisteren. We hebben het even over, we komen straks weer terug op met Simon over AZ en over Ron. Maar we hadden het over Klaassen, daar zei Ten Hag na afloop, desgevraagd door Simon, het volgende over Klaassen. A kan hij heel goed positie kiezen. En ik denk Haller, Klaassen, hè, dat het elkaar steeds beter gaat aanvoelen ook. Die profiteren van elkaar. En ja, hij, met name in de box weet hij dat heel goed te benutten. En daarnaast is het de meeste in de omschakeling. Dat hij geen moment rouwt. Direct weer een goede positie inneemt. Dat zegt ook wat over zijn mentaliteit. En ja, ik denk dat wij een hele mentaal sterke ploeg hebben. Ik kan natuurlijk heel veel opnoemen. Maar daar hoort hij ook zeker bij. He, die altijd voorop gaat, positief is, nooit zijn kop laat hangen en strijd levert. Nou, ik haal het erbij omdat ongeveer het watgene is wat jij zelf net zegt over je eigen inspanningen. Dat doet hij ook. Dat strijd. Het is altijd strijd zichtbaar bij Klaassen. Altijd strijd, altijd energie. Wat hij erin gooit, dat maakt ook zoveel los bij de rest. Dat is grappig. In een paar dagen tijd zie je ook echt wel dat contrast. Want tegen Utrecht donderdagavond. Nee, die is niet mee? Nee, de dag ten Hag had de dag toch het gevoel van, nou, ik geef nu maar even Kudus de kans. Dan kan Klaassen even wat meer rust pakken. Nou ja, dat liep helemaal verkeerd af. De eerste helft speelde Ajax echt een hele matige helft. En dan komt Klaassen erin. En dan zie je gelijk alweer dat die ploeg al veel meer drive laat zien. Dus ja, dat is echt ongekend wat hij, niet alleen hij, want hij noemt meerdere voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik ben vooral Klaassen en Tadić. Echt gewoon twee schakels daarin die continu ook de jonge gasten bij de les houden. En daar zie je gewoon dat het ideaal is. Tadić is toch ook vreselijk. Ik bedoel, dat is een irritante speler. Maar daar zit toch het beestachtige van alles, het resultaat telt, de rest telt niet. Dat straalt hij gewoon uit. Ja, zeker. Dat is voor tegenstanders echt irritant. Ja. Vond je hem irritant? Dat ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Maar goed, ja, dat is ook zijn kwaliteit. En, het is natuurlijk een hele goede speler, maar je kapot aan hem. Ik had hem wel eens een cake willen geven, maar nee, dat soort spelers heb je nodig. Ja. En wat precies wat jij net schetst, van alles ervoor over willen hebben, ja. dat brengt hij natuurlijk heel erg met zich mee. Niet alleen hij zijn hele carrière al, maar als je ziet, hij is nooit geblesseerd. Ja. Altijd sowieso een garantie voor het doelpunt assist, maar ook zijn voorbeeldfunctie naar de rest van de selectie toe. Ja, daar gaan ze nog steeds prat op binnen Ajax. Hoe hij elke dag bezig is om die jonkies mee de gym in te nemen. Als voorbeeld laten zien hoe je met je lichaam om moet gaan. Noem alles maar op. Dat is wel toch wel echt een meerwaarde voor zo'n selectie. Zeker weten, absoluut. En we hebben natuurlijk de lopende sessie over Ten Hag gehad de afgelopen periode ook hier.
Maar die is nou wel onomstreden, hè? Mogen we aannemen. Ja, jawel, Kees. Maar we hebben het er best wel vaak over gehad. En eigenlijk komen we altijd tot dezelfde conclusie. Ja. Dus ja, nee, dat is als ik onomstreden. Als je nu weer de dubbel pakt, waar je in 2019 de dubbel pakt... en nu 2 jaar later met toch een heel ander elftal... met 12 punten voorsprong op de concurrentie kampioen wordt... en je hebt tussendoor ook nog de KNVB-beker... en nou ja, in Europa ook niet slecht gedaan, dan geeft dat wel aan. Maar ja, ik las voor de uitzending dat... Nagelsman op nummer 1 staat bij Bayern München. Daar vraagt volgens mij Leipzig wel 25 miljoen voor of zo. Maar nou ja, mocht het daar gaan bewegen, nou, dan sluit ik niet uit dat Leipzig bij Ten Hag uit gaat komen. Ja. Maar wat denk je wat hij doet? Ja, dat is heel interessant. Ja. Daar hebben we de afgelopen weken best wel vaak over gehad. Ook met hemzelf. Ja, hij is heel gelukkig bij Ajax. Hij is heel gelukkig met wat hij daar neer kan zetten. Het is een wisselwerking met Overmars. Die verloopt uitstekend. Nou, min of meer wordt ook gezegd dat ze een beetje aan elkaar gecommitteerd zijn. Dat kan. Aan de andere kant zijn ze ook wel zo realistisch bij Ajax. Dat ze ook weten, ja, stel dat de Bundesliga voorbij komt. Dat is dan echt de top van de Bundesliga. Hè? Want een tijdje geleden ging het nog over, wat was het, Frankfurt of Gladbach. Ja. Ik denk voor die categorie gaat Ten Hag niet weg bij Ajax. Maar ik denk voor de categorie Bayern München, Dortmund, Leipzig... Nou, dan is het niet ondenkbaar dat hij dat een overwinning gaat nemen. Ja. Ja. Als ik denk over trainers, denk ik dat jij eigenlijk... Je hebt het merkwaardig meegemaakt. Je hebt ruzie met Van Gaal gehad en hij heeft je bij de selectie van Nederlands Elftal genomen. Toch? Ja, zo ben ik uiteindelijk wel weggegaan bij AZ natuurlijk. En, met ruzie? Ja, met ruzie. En uiteindelijk zijn we wel helemaal naar elkaar toegegroeid op het WK. Of eigenlijk in die kwalificatie al. En dat is wel een mooie reis eigenlijk, die we denk ik allebei hebben afgelegd. Maar hoe kan dat? Wat is daar gebeurd? Toen je bij AZ speelde, nou, toen ging het mis. Waarom was die ruzie dan? Wat was het ook alweer? Ja, laat ik kijken, als ik er nu op terugkijk is het heel makkelijk. Ik was 20 jaar toen en ik kon nog niet met die persoonlijkheid zo op die manier omgaan. Dat ik dacht van, nou, ik ga gewoon voetballen en ik laat het gaan. Wat op me afkwam, dat deed heel veel met me en dat kon ik niet naast me neerleggen. En we rooiden niet met elkaar. En dat is helemaal weer veranderd in de WK-kwalificatie richting Brazilië. En waarin ik natuurlijk heel graag wilde laten zien dat ik erbij hoorde. En ook dat vind ik ook dat ik dat gedaan heb. Elke wedstrijd die ik speelde was ik gewoon goed. En of ik nou links of rechts in het centrum speelde, dat maakte niet uit. Maar hij kon op me bouwen. En je was er zelf ook bij, Kees. Zeker. Daar is iets moois ontstaan. En dat is wel bijzonder. Ja, je was te jong voor de dominantie van Van Gaal. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, ja, ja. Sommige mensen zijn heel oud, die kunt er ook niet tegen, hoor. Maar had je dan een hele grote mond tegen hem? Of nee. Juist wat hij zegt, dat je weg hebt gebouwd? Hoe merk je die vrede met hem dan? Ja, gewoon, kijk, uiteindelijk als je... Dan ga je alles in het negatief trekken. Alle dingetjes die gebeuren, dan lijkt het of er een idee achter zit, weet je wel. Ja. Toen uiteindelijk heb ik ook besloten dat ik daar niet meer onderdeel van wilde zijn. En toen ben ik weggegaan. En dat is... ik kan het niet echt goed uitleggen. Maar wat ik al aangaf, met mijn leeftijd toen... ik kwam eigenlijk net kijken, want ik zeg maar 3 maanden daarvoor had ik mijn debuut gemaakt. Ja. En ik zat ook gelijk bij het Nederlands Elftal. Dus er gebeurde zoveel in die periode. Daar kon ik gewoon nog niet bolwerken. Dus als dat nu weer zou gebeuren, zou ik daar ook heel anders mee omgaan. Dan zou ik daar zeg maar scheid aan hebben. Ja. En gewoon gaan voetballen en laten zien dat je gewoon de beste bent. En dat elke dag uitstralen. En op dat moment is dat helemaal misgegaan. Jammer eigenlijk, maar uiteindelijk, het heeft me ook weer heel veel... geleerd eigenlijk. Ja, want toen je meeging naar Brazilië, heb je toen nog een gesprek erover gehad met Van Gaal of helemaal niet? Nee, we hebben het er niet meer over gehad. Wel dat ik meeging, dat hij zei hij had mij toen in maart al bekendgemaakt aan mij persoonlijk dat ik sowieso mee zou gaan naar het WK. Dus dat was voor mezelf al een hele overwinning met Robben. Voor Persie en Strootman op dat moment, maar die raakte toe geblesseerd. Dus die zouden sowieso meegaan. En ik was eigenlijk de vierde. En dat had hij al in maart aan me kenbaar gemaakt. Nou, een geweldige overwinning voor mezelf al. En hij zei ook toen, dat had je niet verwacht toen ik bondscoach was zeker. En toen zei ik, nee, dat klopt inderdaad. Maar ik zeg, dat had je volgens mij zelf ook niet verwacht. Dus dat was gewoon een soort speelsigheid. En toch op een heel... communicatief hoog niveau. We wisten allebei waar we het over hadden. En
ja, dat, wat ik al zei, dat gevoel dat, dat we naar elkaar toe aan het groeien waren, dat, ja, dat was daar de bevestiging van, zeg maar, voor mij. Mooi, gaan we straks over doorpraten als Simon aanspreekt. Eerst gaan we even kijken, Freek, ook goed voor ons geheugen, naar wat hoogtepunten van Ron Vlaar en zijn loopbaan. Vlaar. Ja, die heeft durf hoor, die heeft lef, die jonge centrale verdediger. En een schot ook nog, een paar meter naast. De meest opvallende van de drie junioren. Ruins. Oh, en die zit er wel in. Ron Vlaar, wat een goede goal van hem. 23e minuut. Uit het mooie hoekschop van Bruins. Komt hij boven alles en iedereen uit. En is Tiende weer kansloos. Feyenoord op 1-0. De afstand is makkelijk af te meten, want de muur staat precies op de rand van het strafschopgebied. Het wordt Vlaar en die bal verdwijnt door de muur. Met de stuiter is het 5-1. En zo beleeft dit Feyenoord in de Kuip een geweldige middag. De Kuip schudt op zijn grondvesten. Vlaar zit daar net tussen. Vlaar neemt geen genoegen met het gelijkspel. Vlaar, Vlaar hard, Vlaar raakt! Feyenoord op 3-2, Vlaar persoonlijk. Wat een wedstrijd. Ron Vlaar. En wat juicht hij weer mooi. Deze centrale verdediger gaat hier voorop in de strijd. Eerst de bal onderscheppen en dan dit. Man uitkappen en dan hard laag uithalen. Steeds verder weg van Luciano. Dat is een pracht van een treffer. Wilskracht, kracht en precisie in heden verenigd bij Ron Vlaar. Daar is de raakte kopbal van Ron Vlaar, notabene. Ja, hoho, die is blij. En als ik op mijn lijstje kijk, is hij de enige speler van AZ in het veld die dit seizoen nog niet gescoord heeft. Mister AZ mag je hem noemen, Ron Vlaar. Wie is Vlaar? En wie is scoren? Ja, dat zijn twee goals achter elkaar van Ron Vlaar. En ja, weer de Ronaldo move bij het scoren van die goal. Als er één schaap over de dam is, dan volgt het meer. Dat lijkt een beetje voor Vlaar te gelden. Had tot afgelopen weekend tegen Groningen geen goal gemaakt dit seizoen. En scoort weer. Hebben we die beelden nog los, dat jij zo staat te schreeuwen, want ik wilde weten wanneer dat was. Dat, we hebben die nog een keer, deze jaar. Dat is een bekende middag. De nuchtere rondvlaar uit Hensbroek. Ja. Hè? Dat was de Feyenoord Ajax 4-2? Ja, klopt. Ik weet nog, ik was daarbij en ik stond in de perskamer. Simon Zwartkuif, ja. Simon. En Ron was zo aan het schreeuwen dat daar binnen de stadion stort in of zo. Wat gebeurt daar allemaal? Ja. En toen liep ik naar buiten en toen was je nog steeds bezig inderdaad met deze ontlading. Duurde het zo lang? Nee. Ja, het was ontlading. Kom uit je tenen? Ja, zeker. Maar op dat moment kwam voor mij zoveel samen. De wedstrijd natuurlijk, sowieso. Maar ook privé gebeurde op dat moment gewoon een hele hoop. Ja, dat was gewoon even pure ontlading. En ja, het is ook wel leuk om terug te zien. Ik heb het al zo vaak terug. Iedereen komt er wel eens een keer op terug bij me. Maar... Sorry. Nee, ja, dat geeft niet. Het is logisch. Maar ja, dat was wel meer dan voetbal in ieder geval. Voor mij. Ja. Overigens, er werd gezegd in het commentaar, ik denk door Evert ten Apel, die is daar goed in, Mr. AZ. Is dat een... Is dat een juiste kwalificatie? Ja, volgens mij is officieel is Buskermolen dat. Hè? Die werd een keer weer zo genoemd. Ja. Maar als je naar de carrière van Ron kijkt, dan... die heeft natuurlijk meer wedstrijden gespeeld bij AZ. Dat speelt dan mee, neem ik aan ook. Maar als je kijkt naar het niveau van de carrières dan... Dan moeten we Ron natuurlijk hoger inschalen. Ja. Gaat hij zelf niet bevestigen, nee, maar dat doen wij dan wel. Dat zijn andere. Ik denk dat daar meer die titel verdienen. Ja, nou goed, ik moest op weg hier naartoe moest ik nog denken aan een verhaal dat ik in Engeland was een paar jaar geleden. Even over jouw status ook daar. Toen was ik met Jaap Stam een paar dagen in Manchester terug naar zijn oude club. En je kent het allemaal wel, de rondleiding over het nieuwe complex. En een van de teammanagers van United die vroeg op een gegeven moment: How's your little brother doing?
En Jaap die stond hem zo aan te kijken van, waar heeft deze man het over? Zei, ja, Ron Vlaar. Die had een Dutch Destroyer, zeg. Dus dat was, nou ja, om maar aan te geven dat ook bij die club stond je hoog in aanzien. Ja. En we zijn vaker ook dat weekend op jou aangesproken, omdat ze jullie meteen in één adem zagen. Oké, nooit gehoord, maar wel leuk. Want jij noemt Aston Villa als een van je betere perioden. Ja, zeker, dat tweede seizoen. Maar goed, dat was ook een fase dat ik naar het WK toe aan het leven was. En ja, nou ja, goed, ik denk dat wel dat ik al heel vaak heb benoemd hoe ik daar naartoe heb geleefd. Ja. Dus ja, dan moet je ook goed zijn bij je club. Nou, met name dat tweede seizoen. Kijk, het was niet zo, het was misschien in Nederland niet eens zo bekend, maar met Villa speelden we ook tegen degradatie. Dus dat was ook niet altijd op televisie. Bijna altijd tegen degradatie, behalve het ja, in die periode sowieso. Ja. Maar goed, weet je, als er wat in Nederland op televisie kwam, waren het natuurlijk topwedstrijden. Dus heel incidenteel gebeurde dat wel eens. Maar ja, dat hebben helemaal niet veel mensen gezien. En dat geeft verder ook niet. Maar ik was daar wel gewoon lekker mijn dingen aan doen. Ja, ja, nou, dat klopt wel. En, als je het hebt over strijd en passie en koppen. Ik heb wel eens een warming-up gezien van Engelse verdedigers. Die moesten koppen bij de warming-up. Dus die werden hadden ballen getrapt. En dan moesten ze staan verdedigers moesten koppen. Oh. Klopt dat? Dat heb ik zelf niet meegemaakt. Ik zie dat wel voor me, die ballen. Ja. Met name die keepers dan lange ballen. Hè. Dat is goed voor je timing en zo. Maar het is toch altijd anders. Want met een spits erbij, die timing en duelleren met elkaar. Ja, duwen, trekken, wat gebeurt. Ja, dat op een kale bal, zeg maar, dat oefenen zonder tegenstand. Ja, dat heeft voor mij niet zo heel veel meerwaarde. Nee. Waar komt Ron Baton eigenlijk vandaan? Ja, dat is ontstaan in die periode dat je steeds terugvocht naar die blessures, volgens mij. Ja, dat is al een beetje ontstaan, zeg maar, in die periode bij Feyenoord dat ik terugkwam. En dat is, zeg maar, een soort van bevestigd op het WK. Toen was dat echt een soort van algemene bijnaam die ik aangekregen. Ja, maar ik weet nog wel dat de podcast die ik met Barry van Galen, misschien ook wel een Mr. AZ, wekelijks opneem, hadden we rond een tijdje. Dat was weer altijd, hè? Ja, dat is sowieso een van mijn favoriete werkonderdelen momenteel bij Barry in het tuinhuisje. Ja. Is genoeg te bespreken ook dit seizoen over AZ, dus dat valt ook goed mee. En we hadden een paar weken terug Ron in de telefonisch ook daarbij gehaald. En die vertelde ook over hoe hij binnenkwam als jonkie, zeg maar, daar in die groep. Echt een volwassen, stoere groep had AZ toen. Hè? Dat was die ploeg die in Europa bijna de UEFA Cup finale haalde en zo. Ja. Maar die sprak eigenlijk ook vol respect over de jonge Ron Vlaar. Over hoe hij zich staande hield. Ook wel dankzij je fysiek, denk ik. Maar ook vanwege zijn mentale kracht en zo. Dat was geen makkelijke ploeg. Een paar weken later vertelde Kenneth Perez in diezelfde podcast dat hij echt een jaar heeft moeten wennen aan die gasten. Dat absoluut geen warm welkom was geweest. Dat was een soort kliek, zei hij. Een geroutineerde kliek waar je echt even door geaccepteerd moest worden. Ja, je bedoelt dat Kenneth bij AZ kwam. Ja, toen Kenneth zelf bij AZ kwam. Okay. Ja. En dat ging jou een stuk makkelijker af, volgens mij. Los van Gaal dan. Ja, nou ja. Kijk, ik trainde al een aantal keer mee in het seizoen ervoor. En uiteindelijk sloot ik echt aan bij de selectie. Maar ja, het was toen echt nog een utopie voor mezelf dat ik daar kwam te spelen. Want die groep was gewoon een hele goede groep. Ja. Dus het was voor mij alleen maar super leerzaam om mee te trainen. Elke dag met die gasten, met die gasten geconfronteerd te worden op het trainingsveld. Ja, en uiteindelijk in de loop van dat seizoen maakte ik mijn debuut. En dat was natuurlijk geweldig. Maar ik heb me altijd wel op mijn plek gevoeld. Alleen, ja, waar je nu heel veel jongere spelers hebt en een paar oudere spelers, was ik met een aantal anderen nog de weinige jongeren, zeg maar. Ja. En ja, die hiërarchie was gewoon heel anders op dat moment. En dat voelden wij ook wel. En dat was ook helemaal niet erg. Dat was ook wel, dat was gewoon normaal. Een van de redenen volgens mij ook waarom Pascal Jans het wel prettig vindt dat je op een bepaalde manier nog steeds nu bij het eerste betrokken bent. Hè? Dat je af en toe in die kleedkamer zit en zo. Ja, tuurlijk. Nou, we hadden het hier van tevoren ook al over. Dat was jij er nog niet. Maar toen, kijk, nu is het voor mezelf wel makkelijker om dingen te benoemen die ik in het veld zie. Omdat, toen ik zelf nog aan het revalideren was, ben ik het hele seizoen natuurlijk geblesseerd geweest. Maar dan zit je gewoon in je eigen proces. Ja, dan wil je niet dat gevoel krijgen van, dat je fit wordt en zo. Ja. En nu is dat helemaal weg. Dus ja, je wil die gasten gewoon echt helpen. En dat had ik ook toen misschien wel moeten doen. Ja. En dat heb ik ook heus wel gedaan. Alleen, ik merk dat dat nu voor mij een hele andere insteek heeft. Ja, want het is ook geen toeval natuurlijk dat ze nu met Klaasie en Martins Indy willen verlengen. Hè. Dat is natuurlijk ook om die balans in die selectie intact te houden, neem ik aan. Ik hoop dat ze blijven. Dat is heel belangrijk voor de groep. En, wat denk je? Kijk, met Jordi
is het gewoon gesprekken voeren en ja, hopelijk komen ze eruit. En ik heb... Die heeft te weinig gespeeld natuurlijk. Nee, heeft te weinig gespeeld, maar meer van... Kijk, bij Bruno heb je ook nog met zijn andere club te maken, denk ik. Ik weet niet of zijn contract daar afloopt. Nog één jaar hierna. Nog één jaar, Stoke, dus, ja. Dus dan is er nog een extra hobbel die te nemen dan is, denk ik. Dan moet er geld op tafel komen ook. Precies. Ja. En, maar ja, ik hoop dat ze blijven, want zij zijn heel belangrijk met hun... ook hun manier van topsportbeleving. Voor deze groep helemaal. Want we hebben heel veel stappen gezet al de afgelopen jaren, maar we hebben nog steeds wel wat stappen te nemen. Ja, over schiet me nu te binnen. Was jij betrokken bij die buitengewoon spectaculaire wedstrijd in Sporting Lissabon destijds in de UEFA Cup? Ja, heb gespeeld. Thuis? Ja, allebei heb ik gespeeld. Oh, thuis was vreselijk. Ja, verschrikkelijk. Ja, klopt. Ja, dat was ergens in de 118e minuut of zo? Ja, nog later. Ja. Het was nog de blessuretijd van de verlenging. Dus ik weet het nog veel te goed eigenlijk. Ja, ik zat op dat tribunetje en het was waanzinnig. Kun jij het nog herinneren? Zeker. Dat komt bij Barry van Gaal natuurlijk ook regelmatig te sprake. Dus nog steeds echt. Ik merk het aan jou ook dat het nog steeds pijn doet. Ik vond. Nou ja, je hebt het over Barry. En Barry is wat dat betreft altijd een voorbeeld waar ik aan denk. Weet je, hij was toen een oude speler en hij liep met tranen in zijn ogen het veld af. Ja, bekende beelden, ja. En ik liep langs hem. Er schoot zoveel door mijn hoofd, want het was een fantastische pot met een dramatisch einde. Jullie waren er eigenlijk al, maar in de allerlaatste seconde. Ja, en ook het direct ook een soort van realiseren van hey, dit was een van zijn laatste kansen om überhaupt zo in een finale te komen staan. Zeker Europees. Ja, dat schoot allemaal op hetzelfde moment eigenlijk door mijn hoofd. En ze voelden bijna nog meer zijn pijn dan jij eigen pijn. Nou, waar. Zeker weten. Wow. Ja, ja. Overigens wist ik niet dat Van Gaal al in maart van het jaar 2014 had gezegd tegen Ron Vlaar, je gaat mee naar het WK. Nee, dat groepje van vier. Hè? Ja, wist ik niet. Ik wist wel dat hij naar Van Strootman enorm gek was. Ja. Ik ben op de dag na die fameuze wedstrijd tegen Spanje, die 5-1, toen kwam Van Gaal even buurten bij zijn vrienden van de pers, een kopje koffie drinken. Ja, het allereerste wat hij zei, terwijl er was heel veel om van na te genieten natuurlijk na die 5-1, was dat hij een appje van Strootman had gehad. En dat had hem diep ontroerd, omdat hij iemand die zo teleurgesteld was, omdat hij er niet bij had kunnen zijn, dat hij er wel aan het team dacht meteen. En Van Gaal kreeg letterlijk tranen in zijn ogen toen hij dat zei. Dus Strootman die stond ook... Van Gaal. En Ron dus, en die twee jongens voorin. Sentimentele man, hè, Van Gaal. Zeker. Zeker. Ja. Overigens, toen jij begon, was het nou je tweede interland? Tegen Luca Toni? Ja. Oh. Want je eerste was Tsjechië. Je wil alles terughalen. Dan word je tot in de graf mee achtervolgd. Nee, omdat je dat allemaal hebt overwonnen. Want Luca Toni, het werd 1-3. En je werd weggespeeld. Ja, laten we het zo zeggen dat het niet een van mijn gelukkigste wedstrijden was. Nee, maar kijk, als ik daar ook op terugkijk, dan denk ik... in die periode was Van Basten trainer en hij nam heel snel spelers erbij. Ja. Ook ik had ook pas 3 wedstrijden geloof ik bij AZ gespeeld. En natuurlijk is het makkelijk zeggen, was ik er op dat moment klaar voor? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat antwoord kan je nu helemaal makkelijk geven. Ben je dan in staat om te zeggen van, doe maar even niet, want ik ben er nog niet klaar voor. Dat gebeurt ook niet. Nee. Dus uiteindelijk speel je die wedstrijd. En hij heeft me die inderdaad heel lang achtervolgd. Ik hoop dat inmiddels de mensen mij aan andere dingen binnen het Nederlands herinneren. Dat denk ik wel. Daar gaan we het nu over hebben, hoor. Nee, dat is ook zo. Maar het was een enorme leermoment. Die je misschien niet had mogen ervaren als je naar alle omstandigheden kijkt. Maar uiteindelijk neem je het mee in je rugzak en stop je het erin. En uiteindelijk stop je het heel ver weg. En haalt af en toe iemand er weer eens naar boven. Ik? Maar om aan te geven dat je er geen complex van hebt overgehouden. Want naar de hand heb je... Nee. Nou, het is natuurlijk... Daarna raakte ik geblesseerd. Dus ik heb wel eens gedacht van... weet je. Dat zal toch niet mijn laatste interland zijn geweest, je wel. En dat is gelukkig niet het geval. Dat was al een beetje lullig geweest. En goed, als dat wel zo was dan... Was het wel zo. Zo simpel is het ook, maar... Het kreeg nog een aardige staart. Het kreeg nog een... de staart is gelukkig een stuk langer geweest. Dus dat is mooi. Zeker, want het WK 2014 was natuurlijk toch in alle opzichten een behoorlijk hoogtepunt. Ja, het grappige is dat toen Ron zijn afscheid bekend had gemaakt... dat vooral die wedstrijd tegen Argentinië, ook logisch, dat was de halve finale... en dat was tegen Messi. Maar het hele toernooi was hij gewoon echt hartstikke goed. Ja. Dat wordt dan volgens mij... Dat werd een beetje in die nabeschouwing vergeten, vond ik. Want hij was gewoon een van de beste verdedigers van het hele toernooi. Ja. Niet alleen die wedstrijd tegen Argentinië. En dat,
ja, steek me in je zak dan als je ook hoort hoe de buitenlandse pers en zo over jou sprak. Ik weet nog dat ik jou daar toen een keer in Brazilië op aansprak. Toen ik echt door Engelsen, met name natuurlijk, maar ook journalisten uit andere landen. Iedereen de loftrompet over hem, en dat vertelde ik toen. En daar werd je een beetje ongemakkelijk van. Hmm. Toen was je in ieder geval niet iemand die heel makkelijk met complimenten omging, had ik de indruk. Nee, nou ja. Kijk, dat toernooi heb ik zo lang naartoe geleefd. En alsof het voor iedereen een verrassing was dat ik zo goed kon spelen of dat niveau kon halen. Kijk, we zijn in Nederland. Ik kon ook heel slecht met de vraag omgaan. Ja, wat is de doelstelling? Ja, de doelstelling is gewoon wereldkampioen worden. Ja. Want dat was, ja, het is zeven wedstrijden vlammen. Wij zijn wel Nederland en we hebben gewoon hele goede spelers. Ja. En dat we niet de topfavoriet zijn, prima. Maar ik heb daar op zo'n manier naartoe geleefd dat het voor mijzelf geen verrassing was dat ik dat niveau haalde. Omdat ik daar zo bewust mee bezig geweest ben, 2 jaar lang. En dat moest eruit komen. En dan is dat voor mijzelf geen toeval in ieder geval. En dat klinkt misschien arrogant. Maar dat is juist heel zelfbewust. En natuurlijk heb je ook een beetje geluk nodig in een toernooi. En dat het allemaal zo loopt. Maar ja, dat hebben wij zelf afgedwongen. En dat heb ik zelf ook gewoon afgedwongen. Ja, dit is iets van jouzelf volgens mij. En daar kwam nog eens bovenop inderdaad. De manier waarop Van Gaal dat in de ploeg pompte. Hè? In die 6-7 weken richting het toernooi. Het geloof dat het ook echt kon. Ja, die voelde mij enorm dan met hoe hij ermee bezig was. Maar dat is natuurlijk een fantastische trainer. Die ook gewoon wedstrijden kan lezen. Wedstrijden kan veranderen door omzettingen te doen. Ja, daar had ik blind vertrouwen op, zeg maar. En wij moesten gewoon zorgen dat we fit waren. Ja. Ja, want dat, nou, ik heb Van Persie die sprak mij aan bijvoorbeeld na die achterfinale tegen Mexico. En toen merkte ik voor het eerst hoezeer sommige jongens zich hadden geërgerd aan de negatieve verhalen vooraf. Ja, want jullie werden weinig kansen toegedicht. En in ieder geval niet een halve finale en een mogelijke finale. En die kwam echt even verhaal halen bij me. Van, waar ben je nou met je kritische verhalen? Nou, gelijk had hij. En, nou ja, zeker, maar dat heb ik ook gezegd. Ja, dit had ik inderdaad niet verwacht. Dat klopt. Ik was daar zelf niet zo mee bezig. Ik zocht wel eens beelden op wat er in Nederland loskwam, zeg maar. Voor de rest was ik gewoon alleen maar gefocust. Ik zat gewoon echt daar in die trein en die ging gewoon keihard vooruit. En, ja, dat was, geeft me nog steeds zoveel voldoening. In alles, van alles wat sport mooi kan maken, denk ik. Dus fantastisch. Ja. Ja, en die heb je lekker thuis liggen, die bronzen medaille. Ja, die ligt thuis. Ja. Als je me nu vraagt waar ik hem waar, heb weet je niet. Nee, maar ik weet, hij ligt. Ik kan hem wel vinden. Ja, ja, ja. Ja. En tegen de groten van de aarde gespeeld? Ja, absoluut. Ik zeg wel eens tegen de jonge gasten van nu. Weet je, ik heb tegen Ronaldo gespeeld en tegen Messi. En ik noem Aguero altijd omdat ik een fantastische spits vind. Ja. En ik hoop ook dat zij tegen of met in ieder geval de generatie van nu de grote kunnen spelen. Dat zijn denk ik de Mbappes en de Neymars en zo noemen, weet je wel. Dat heb ik toch wel mooi voor elkaar gekregen. Daar ben ik trots op. Ja. Kan Koopmeijers dus dat? Op termijn? Ja, dat denk ik wel. Absoluut. Ja? Ik vind dat hij sowieso onwijs veel stappen heeft gezet in zijn ontwikkeling. Hij is aanvoerder geworden en heeft hij zo goed opgepakt. Ik vind het is een hele goede speler die heel bewust bezig is met het spelletje. En uitdaging wel nodig heeft, maar dat hebben al die jonge gasten denk ik best bij ons ook in de ploeg. Ik kan nu natuurlijk alleen even over onze eigen ploeg praten. Ja. Het is voor hun ook de uitdaging om dat elke keer uit zichzelf te blijven halen. Ook als het misschien even te makkelijk gaat. Hmm. Hoe was de stemming in afloop gisteren? Want Koopmeijers komt wel heel reëel over, hè, gisteren. Ja, nou komt hij eigenlijk altijd wel. Dat is wel een verstandige gevoel. Maar ik heb ook wel eens gevoel dat ik ook wel zeg van... verdomme, we hebben hem verloren. Dat doet hij niet. Ik viel me wel op dat hij... Nou, daar hadden jullie het net met Freek ook al even over. Over dat fysieke aspect. Daar had hij echt geen verklaring voor. Daar baalde hij zichtbaar van. Maar dat de energie wegvloeide naar die openingsgoal van Ajax. En eigenlijk dat Ajax een tandje erbij kon doen. Ondanks dat drukke programma, daar kan ik nu nog geen verklaring voor. Ja, laten we even luisteren naar wat ze gisteren zeiden afgelopen over die fitheid tijdens Ajax AZ. Komt die aan? Ja, het verschil. Ik denk dat in de eerste helft kwam ons plan goed naar voren. We wilden Ajax wat meer in de lange bal laten spelen. Vanuit die tweede ballen die wij dan winnen vanaf Sebastian Haller af, dat we dan door konden voetballen. Nou, dat ging met Vlaag, ging dat heel goed. Dan zie je ook dat de wedstrijd meer op en neer gaat en dat we meer kansen krijgen. In de tweede helft laat je dat wat meer na. En dan merk je ook dat na die eerste goal dat de energie er wat uitgaat. Wat absoluut niet mag. Maar ik denk dat je dat wel ziet. En ja, als je dat tegen een team als Ajax doet, dan ga je achter de feiten aanlopen. Even Pascal, dan wat specifieker aan jou. Want we hadden het vrijdag bij het perspraatje over de mogelijkheid dat Ajax vermoeid zou zijn. Misschien na het zware programma. Maar het leek eerder andersom in die tweede helft. Nou ja, dat verbaasde mij ook.
En ik kan het niet beter verwoorden dan dat Teun dat heeft gedaan. Wel als staf zijnde gekeken in hoeverre kunnen we dat vanuit wisselbeleid nog beïnvloeden. Nou, dat hebben we gedaan met het inbrengen van Dani de Wit. Maar wat mij nog het meeste verbaasde is het feit dat na de 1-0 dat het wat wegvloeide. Dus daarin dan ook weer een wissel met Tijani Reinders gedaan. Om te kijken of we dan toch iets zuiniger op de bal zouden kunnen zijn. Zodat je iets minder in dat soort situaties zou komen. Omdat ik ons met name in de tweede helft wel wat slordiger vond aan de bal dan in de eerste helft. Ja, dat zei Ron ook, hè? Zo even van, na 1-0 was er iets, was het weg. Ja, nou dat baamt ook iedereen inderdaad. Ja. En dat was zichtbaar ook voor iedereen. Maar het was wel een interessante wedstrijd, vond ik, om te zien. Als je die selectie van, of eigenlijk de basisploeg van AZ bekijkt. Er zijn toch wel veel jongens die in de belangstelling staan, op zijn minst. Er lopen veel contracten af over 2 jaar. De meeste in 2023, van Koopmeiners onder andere. Maar ook van Stengs, van Boadou, van Wijndal, van veel belangrijke jongens. En ja, dit zijn de wedstrijden waar je kunt afmeten. Zijn ze daar eigenlijk wel klaar voor al? Want dat is ook iets wat met Van Galen regelmatig terugkomt in discussies. En die zegt bijvoorbeeld van, ja, Stengs is er nog helemaal niet klaar voor. En Boadou ook niet. En als je kijkt naar wie er constant een bepaald niveau haalt, dan is Koopmeiners er één van. Dan is Wijndal er één van, vind ik, van jongere jongens. Waarom? Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Als je het over constantheid hebt en zo. Maar dat is Myron is echt een momentenspeler natuurlijk. Ik kom in die wedstrijd tegen Feyenoord thuis erin. Heeft hij geloof ik 9 ballen geraakt. Maar hij schoot er wel 3 in. Weet je, dat zegt natuurlijk al wel iets over zijn potentie en de kwaliteit die hij heeft. Kelvin is ook nog niet heel constant dit seizoen geweest. Maar je ziet natuurlijk wel hoe goed hij kan voetballen. Ja, zeker. Wat ik net al aangaf, over jezelf, het uit jezelf halen om elke dag gewoon de beste te willen zijn. En ook dat te laten zien en dat uit te stralen. Ja, ik denk dat ze daar nog wel wat stappen in hebben te zetten. Omdat het misschien soms te makkelijk gaat of is geweest de afgelopen seizoenen. Maar goed, daar kom je niet mee weg als je in een topcompetitie speelt. Dus als je dat nog niet voor elkaar hebt, ja, is dat wellicht nog echt een stap die je zelf te nemen hebt. Nou, vraag aan Idrissi. Hè? Zijn statistieken waren echt heel goed. Ja. Veel goals, veel assists. En ook vond ik ook echt een hele constante jongen over een langere periode. Waarvan iedereen dacht, nou, dit is een logisch moment toch, dat hij nu deze stap gaat maken. Ja. Nou, daar zal hij nog wel eens aan terugdenken misschien. Ja, is het allemaal niet. Sommige dingen zijn gewoon soms niet te verklaren. Zoals, we hadden het net over Klaassen, die ging toen naar Everton. Die was verreweg de beste in de Eredivisie. Ja. Het is niet uit de verf gekomen. Maar Oussi was ook, die was zo ontzettend goed. Ja, gisteren viel hij dan in. Voelde nog een beetje lullig voor hem, zeg maar. Ja, maar zitten, zou je dan denken. Maar goed, hij ging volgens mij niet helemaal fit naar Spanje toe. Nee, klopt. Ja. Dan loop je achter de feiten aan. En dan is die intensiteit en die kwaliteit daar is dan toch wel weer een stuk hoger. Ja, dan is het heel moeilijk om aan te haken, denk ik. Nou, het lijkt me goed als dit soort jongens die nog jonger zijn dan hij en nog minder constant zijn. Dat je dat meeneemt in je overwegingen als er aanbiedingen gaan komen. Ik denk dat de jongens nog echt zichzelf bewust moeten worden van, hey, wat houdt het nou in om elke dag 100% topsporter te zijn? Ja. En dat geeft niet, want ze zijn jong. En ik was ook jong en ik heb het inmiddels allemaal wel meegemaakt. Dus ik probeer ze daar ook wel op te wijzen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het van de een op de andere dag gelijk toegepast is op hunzelf. Mm-hmm. Bovendien moet je altijd oppassen als oudere speler niet de jonge jongens als een soort schoolmeester terecht gaat wijzen. Nee, maar ik durf wel te zeggen dat die gasten echt heel veel van me aannemen. Want die weten met welke intentie ik dat doe. En ook met welke energie ik altijd op het veld stond. Hè, als ik er nog stond, ook dit seizoen. Dus daar maak ik me geen enkele zorgen om. Ik denk dat ze weten hoe ik daarin sta. Dus dat is alleen maar om te helpen. Kijk, ik heb ook tools gehad om mezelf te verbeteren. En ik hoop dat ik die tools ook aan hun kan geven. En ze hoeven het niet allemaal mee te nemen voor zichzelf. Maar dat ze er zichzelf wel bewust van worden. Ja, en dan denk ik dat heel veel van deze jongens een hele mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Mm. Overigens, plaats 2 is nu, dat was de stelling. Wat had jij eigenlijk antwoord op onze stelling? Dat PSV nu zeker de tweede plaats heeft? Ja, ik denk dat wel gelopen is, die koers, ja. 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 Nou, Jansen zei daar gisteren een afloop het volgende over. Nou, je verspeelt natuurlijk in deze fase liever geen punten. PSV had natuurlijk gisteren al zijn punten binnengehaald. Dus voor ons was het doel duidelijk vandaag. En in dat opzicht verandert er niet zoveel. Want ze stonden nog boven ons op basis van doelsaldo. Dus ik heb al eerder aangegeven. We jagen nog steeds op de ploeg boven ons. En dat is PSV vandaag nog steeds. Dus dat is de komende 4 wedstrijden zal dat niet anders zijn. Er zijn er 12 te halen. Dus er is nog van alles mogelijk. Maar
ook wel duidelijk, maar dat geef ik jullie eigenlijk wel wekelijks aan. Wij kijken echt alleen naar onszelf. Wij zullen die 12 punten echt zelf binnen moeten halen. En dan zullen we wel kijken wat PSV doet. Ja. Nou, daar zit hem de pijn ook volgens mij niet. Ik zie AZ die 12 punten ook wel halen. Het is geen al te moeilijk programma met RKC, Groningen, Fortuna en Heracles uit mijn hoofd. Ja, klopt. PSV is niet heel veel moeilijker overigens. Die krijgen nog wel Utrecht, daar kun je dan nog van afvragen. Nou, twee uit is altijd wel een beladen wedstrijd. Oh ja. Ja, klopt. Maar ik denk toch dat die dat niet meer uit handen gaan geven. En een nadeel is ook het doelsaldo dat nog weer verder is opgelopen. Zij heeft eigenlijk 4 punten. Ja, en het is volkomen onnodig volgens mij. Als je kijkt naar de onderlinge ontmoetingen tussen AZ en PSV, vond ik AZ beide keren gewoon duidelijk beter. En dat was 2-0 en 3-1. Dat bleek ook wel uit de uitslagen. En, ze blijven maar, en ja, dat dachten we meteen al toen dat gebeurde, maar ze blijven maar aanhikken tegen die eerste 5 weken. Toen ze 10 punten hebben weggegeven tegen Poel. Echt op volstrekt bizarre wijze. Dat gebeurt nooit meer in een seizoen. Dat was echt onvoorstelbaar. Ja. Het is goed dat je er even in herinnering roept, maar ik was bijna vergeten. Maar er zijn wedstrijden bij geweest dat Sparta bijvoorbeeld, maar ook andere. Ja, die stond daar model voor. Ze stond met 4-0 voor bij de rust. Ik weet nog dat een paar vaste Sparta-volgers op de perstribune zeiden van ja, vergis je nou niet, in Sparta in die tweede helft gaan ze altijd los. Ja, dat was humor. Journalistenhumor was dat. Ja, nou, en dat gebeurde gewoon. En je kwam in zo'n modus en zelfs spelers vertelden dat wel later. Dat als in het veld een aansluitingstreffer plaatsvond, dat toch in je kop gaat zitten van oh shit, niet weer zo'n dag toch. Ja, dat was wel die fase dat het natuurlijk wekelijks gebeurde. Ja. Ja. Kijk, wij kunnen alleen onszelf daarvoor verwijten. En inderdaad, daar loop je nu nog steeds achteraan. En dat is heel pijnlijk, maar ook weer een enorm leermoment. Kijk, wij willen heel graag met de club de echte stap naar de top maken. En dat gaat met vallen en opstaan. We hebben echt nog wel wat stappen te nemen, maar dat de club AZ, en daar ben ik nu zelf heel dicht bij betrokken. En je ziet wat er allemaal gebeurt bovenin, maar ook in de jeugd. Ja, hartstikke onwijs op de goede weg. En dat is, ik heb er ook echt zin in om zeg maar daar aan de slag te gaan. Wat ga je doen? Nou, ik ga bijvoorbeeld die trainersopleiding doen en zo. Maar ja, het is gewoon leuk om daar onderdeel van te zijn. Dat is echt gaaf. En daar kan ik zoveel leren ook. En ik hoop dat ik ook iets kan bijdragen daaraan. Met mijn beleving van topsport. Hoe ik dat allemaal gedaan heb. En ja, ik hoop dat we volgend jaar weer een stapje kunnen zetten. Nou, daarop even inhakend op dat laatste. Dat is het grappige als je binnen de club vraagt bij mensen in het kader van welke rol zie je voor Ron in de toekomst. Ze willen hem overal hebben. Dus bij de jeugd. En bij de A-selectie zijn er mensen die zeggen van ja, dat hij zou hier natuurlijk ook van enorme waarde zijn. En je hebt het volgens mij echt letterlijk voor het uitkiezen. Dus dat lijkt me een hele prettige situatie. Ja, maar ik moet zeggen, de club is daar ook heel erg open in. We hebben daar al een paar keer over gesproken. Ja, ik ga een trainingscursus doen, maar stel dat er nou echt niks blijkt te zijn, joh, dan gaan we gewoon iets anders. Daar krijg ik gewoon heel veel ruimte voor. En dat geeft natuurlijk een heel fijn gevoel. Dat zegt iets wat je net ook al aangeeft. Ze willen me heel graag behouden. Maar iedereen trekt er een beetje aan bij de scouting, bij de jeugd. Ja, dat merk je zo ook wel. Ja, grappig. Dat is gewoon hartstikke leuk. En met Pascal Jans hadden we het vrijdag zo'n perspraatje. En toen vroeg ik nog even naar de samenstelling van zijn staf voor volgend seizoen. Daar zou snel duidelijkheid over komen. En dat liet hij allemaal een beetje in het midden. Maar ik kan me voorstellen, de vorige keer dat ik er naar vroeg, begon hij over Frank de Boer, met wie hij op trainerscursus had gezeten. En toen die bij het eerste van Ajax trainer werd, toen ging hij meteen, het eerste wat hij deed was Henny Spijkerman bellen. Mm. Dat was best verrassend voor heel veel mensen. Frank volkomen vanzelfsprekend. Hij zei, ja, die heeft zoveel ervaring en die kan dingen die ik niet heb. En iemand met die leeftijd en die ervaring, die moet ik erbij hebben als jonge beginnende trainer. En toen vertelde Pascal van, ik heb met Frank op de cursus gezeten. En die had het daar toen al over. Van, als ik ooit trainer word bij het eerste, dan moet ik een ervaren rot hebben. En toen noemde hij ook al die naam van Spijkerman. Ja. Dus het zou me niet verbazen als hij daar kiest voor één zo'n ervaren iemand. En dan iemand uit de praktijk zoals jij er bent. En volgens mij heb je dan alles wel zo'n beetje in een staf verzameld. Maar eerst moet je afkicken of heb je dat niet nodig om af te kicken? Ik geniet nu wel echt wel van de tijd die ik heb. En ja, nogmaals, ik mis het niet. Maar het komt meer puur omdat mijn lijf gewoon zo goed voelt nu. En dat ik niet meer nogmaals elke dag daar zo aan hoef te trekken. Ik weet niet of het. Ik heb wel voor mezelf in mijn hoofd dat ik volgend jaar wel nog een klein beetje afstand hou. Ook omdat ik gewoon mijn gezin tijd wil geven, want dat hebben ze ook echt wel verdiend.
Ja, en hoe het dan precies... Kijk, ik weet ook, als ik aan de slag ga, dan kan het ook zomaar zijn... Ja, dan ga je weer 7 dagen de week. Ja, maar ja, dat zit wel een beetje in me. Dus ja. ik hoop dat ik mezelf daar een klein beetje in bedwang kan houden. Maar goed, wat mensen om me heen... Nou ja, mensen om me heen weten dat ook. En dat kunnen ze ook gewoon zeggen. Dus daar moeten we gewoon goede afspraken over maken. Maar dat komt vast wel goed. Maar dit klinkt alsof je van volgend seizoen nog niet bij de eerste wil gaan werken. Omdat dat dan je weer volledig op zal slukken. Ja, maar goed, ja. Nu leg je hem ding in de mond. Nee, zo voelt dat niet om. Ik heb daar niet eens zo zelf met Pascal over gesproken, weet je. En ik moet zeggen, we hadden het net even over Pascal. Het is wel knap hoe hij dat opgepakt heeft sinds het vertrek van Slot. Ja. Als assistent heb je een bepaalde rol binnen de groep en dan word je hoofdtrainer. Ja, dan wordt dat toch wel even anders. Toevallig las ik vandaag een stuk met hem. Maar zo ziet hij dat zelf niet. Dat is knap, omdat je blijft gewoon je ding doen. Hij blijft zichzelf. En hij heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. Ja, ik hoorde van jongens dat hij echt wel ook een mensencoach was. Toen hij assistent was, ook spelers hem in vertrouwen namen. En hij was heel erg van het communiceren. Ja, maar dat zou je zeggen, dat het verandert als je hoofdtrainer wordt. Ja. En dat je rol dan verandert. Ja. En dat is eigenlijk ook wel zo. Maar bij hem is dat helemaal niet zo gebleken. En dat is wel echt heel knap dat hij dat op die manier voor elkaar heeft gekregen. Ja, het is een vrij rimpelloze overgang geweest in een hele onrustige tijd. Ja, ja en ook gewoon... Ja. En hij trad ook meteen op, hè? Dat vond ik ook opvallend. Iedereen omschrijft hem altijd als een kalme, rustige, gelijkmatige man. En laat zich niet snel gek maken. Ja, maar hij was één week bezig en hij zette Gudmundsson al een week terug naar de belofte. Hij is niet bang om in te grijpen dus ook. Nee, dat klopt. Ja, dat was ik al wel vergeten. Dat heeft hij inderdaad zo gedaan. En ja, gewoon de discipline toch weer even wat... toch weer zijn eigen toevoegingen gedaan. Wat uiteindelijk we hebben een hele mooie serie gehad uiteindelijk. En helaas wel net even te veel punten verloren natuurlijk, maar... Als je dan op gaat tellen en af gaat trekken, dan zie je dat je gewoon logisch is dat hij verlengt. Dus dat past ook heel mooi binnen de filosofie van de club, denk ik. We gaan kijken wat het voor jou gaat worden na eerst een paar maanden rust. Zeker. Succes ermee. Dankjewel. Bedankt voor vele mooie momenten. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je, Simon. Thanks. Prettige dag. Komt de voorzet en het is goal! Het is goal! Goeie kans weer van Aardigen. PSV past Europa Cup. Kluivert, ja! En die komt erin! Ja! Depay doet het met de Panenka.